Van zijn voetbalvriendjes uit de E-pupillen speelt alleen nog Jordi de Man bij de club. De IJmuidenaar heeft veel herinneringen aan zijn leeftijdgenoot, maar één steekt er bovenuit. Ik weet nog wel goed dat ik E-junior was, eerste jaar E. En zijn broer die speelde bij IJmuiden, die was tweedejaars E. En Joop wel kwam een keertje mee trainen. Nou ja, toen zag je al gelijk dat hij heel veel balgevoel had, veel techniek had. Dus sindsdien was hij hier ook niet meer weg te slaan. Op deze beelden zijn de man en Veldman samen te zien in de jeugd van VV IJmuiden. Veldman, die destijds nog in de aanval speelde, was toen al de grote man. Had je het gedacht dat hij het zover zou schoppen? Ja, moeilijk te zeggen. Hij had natuurlijk talent, maar je weet hoe moeilijk het is. Eigenlijk is het vrij onmogelijk als je het in eerste instantie bekijkt. En ik denk dat het, omdat hij er vroeg uit is gepikt, dat je gewoon je hele leven echt met voetbal bezig bent. Dan telt er op dat moment ook maar één ding en dat is voetbal. Veldman komt bijna iedere zaterdag nog wel even kijken bij zijn oude clubpie. Waar iedereen hem op de voet volgt en uiteraard enorm trots is. Het laatste, toen hij heel goed had gespeeld tegen Celtic, heb ik hem een bericht gestuurd. En dan krijg ik ook korte reacties terug en dat is het eigenlijk wel. Zaterdagmiddag kan Veldman zijn debuut maken voor Oranje tegen Japan. Voor zijn oud-ploeggenoot Jordi de Man staat er een andere wedstrijd op het programma. Met VV IJmuiden speelt hij tegen Amstelveen Heemraad.